Ter gelegenheid van 150 jaar bestaan van het Oude Raadhuis in Beekdonk was er zaterdag en zondag een uitgebreide overzichttentoonstelling te zien. Welkom, dames en heren. Een speciaal welkom aan onze burgemeester, meneer Van der Meijden, en onze wethouder voor kunst en cultuur, de heer Briels. Dit en volgend weekend vieren wij het 150-jarig bestaan van dit gebouw. Dames en heren, in Laardwijk houden ze van een feestje. Er is niet zoveel nodig om hier een feest te creëren. Heb ik beleefd de afgelopen 10 maanden dat ik uw burgemeester mag zijn. Dus ook niet voor kunst en cultuur. En flink uitgepakt met de commissie. Geweldig uitgepakt. Een dubbel feestweekend. En daarna natuurlijk, dat weet u, bent u gewend, allerlei exposities die zich hierna zullen manifesteren. Vanaf vandaag, et cetera, et cetera. Ik wil in ieder geval de stichting, de commissie en iedereen die hiervoor verantwoordelijk is geweest de afgelopen jaren, en dat zijn er nogal wat, ik heb uit de overleveringen nodig meegekregen, ontzettend dank zeggen. Namens, let op, gemeente en gemeenschap. En ik voeg daaraan toe dat de waarde van dit gebouw met de commissie en alles waar men vandaan komt bestendig blijft voor de toekomst. Daar moeten wij trots op willen zijn, daar zijn wij trots op, ben ik van overtuigd. En tegen de commissie zou ik zeggen, ook met een prachtig feestweekend, ga vooral door met uw goede werk. Kunst en cultuur, hartstikke belangrijk. Civiliseer, zorg voor de creatieve geest in ons. Past bij de schaal waarop wij hier prettig samenleven. En past vooral ook bij het Laarbeeks model. Ik feliciteer jullie daarmee. En ik spreek een dank en de gedachte uit dat u daar nog heel lang mee verder gaat. En daar wil ik een applausje voor al die mensen die het allemaal mogelijk maken. Als u dat dan nu even wil doen. Want, dames en heren, wij houden ook wel van verrassingen. Het college houdt van verrassingen. En het doet mij deugd dat ik voor die verrassing, en ik geef de microfoon nu niet even af, dat was wel afgesproken, tenminste niet aan de organisatie. Die verrassing die zal onze loco-burgemeester hier even toekomen lichten. Wethouder Briels, het worden ze nu. Dankjewel. In Beekdonk is zaterdag de vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan mevrouw Joke van de Ende Socius. Ze ontving deze onderscheiding uit handen van wethouder Briels in verband met haar 40-jarig jubileum als vrijwilligster bij het Oude Raadhuis. Mevrouw van der Ende was in 1977 aanwezig bij de oprichting van de commissie Oude Raadhuis, die in 1983 overging in een stichting. De uitreiking van de vrijwilligerspenning vond plaats tijdens de viering van 150 jaar bestaan van het Oude Raadhuis. Is het volgende, Joke. Ik ga jou de vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek uitreiken. Dat mag ik doen. En ik denk dat het wel een applausje waard is. Joke, ik heb hem hier. Alsjeblieft, deze is voor jou. Hij is je van harte gegund. Ben er voorzichtig mee. Alsjeblieft. En dan ga ik je nogmaals feliciteren. En dank uitspreken. Alsjeblieft. Ja hoor. Het gemeentebestuur van Laarbeek heeft besloten de vrijwilligerspenning Laarbeek toe te kennen aan JMJ Joke van de Ende Socef. Spreek ik dat goed uit? Socef. Als blijk van waardering en erkentelijkheid voor haar bijzondere inzet en verdiensten gedurende 40 jaar als vrijwilligster en gedurende zo'n 30 jaar als bestuurslid van het Oude Raadhuis in Beekendonk. Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, de burgemeester FLJ Frank van der Meijden. Laarbeek, 29 april 2017. Alsjeblieft. Thank you.